Een delegatie van de vaste commissie van Sport- en Jeugdzaken van het parlement, bestaande uit de leden Giuliano Sniff, Raymond Sapoen en Najib Sam Sahai, heeft een bezoek gebracht aan minister Lalini Gopal van Sport- en Jeugdzaken. Zij zijn door de minister geïnformeerd over de landelijke beleidslijnen welke het ministerie nastreeft. In dit kader treft het ministerie voorbereidingen voor het maken van een doorstart van het Kong Nabang project. Dit project, welke goed door de samenleving is ontvangen, heeft ten doel het ontplooien van buitenschoolse activiteiten waarbij wordt getracht de jeugd op vroege leeftijd te interesseren in sport. Dit om hen op jonge leeftijd de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen en ook in een bewegingscultuur te doen opgroeien. De komende tijd zal ondanks de schaarse middelen eveneens aandacht worden besteed aan de aanpak van het achterstallig onderhoud en het upgraden van de sportfaciliteiten en accommodaties in Paramaribo en de districten. Voor wat betreft het jeugdbeleid gaan projecten worden uitgevoerd met buitenlandse partners, waaronder de UNICEF. Minister Gopal is onder de indruk van de constructieve opstelling van de vaste commissieleden en gaf aan te rekenen op hun ondersteuning en voortzetting van de goede samenwerking met het parlement. Het Bureau voor Genderaangelegenheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken spitst zich toe op de promotie en de beleving van Orange Day. Het genderbeleid is een van de prioriteitsgebieden van minister Mike Nursalim van Binnenlandse Zaken. De Verenigde Naties heeft 25 november uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Op basis hiervan lanceerde de Unite to End Violence Against Women op 25 november 2013 de Orange Day met als doel om op elke 25e van de maand aandacht te vragen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Orange Day is dus door de UN Women uitgeroepen. Elke 25e van de maand wordt Orange Day herdacht. Deze dag is om aandacht te vragen voor het geweld dat vrouwen wordt aangedaan. Er is gekozen voor deze kleur oranje, omdat het een heldere kleur is. Een kleur die schreeuwend is. En door middel van deze kleur wordt er dus op de 25e van elke maand aandacht gevraagd voor het geweld dat vrouwen wordt aangedaan. Om dus het geweld dat hun wordt aangedaan te elimineren. De minister van Binnenlandse Zaken heeft zich onlangs gecommitteerd aan de Orange Day campagne. Dus door middel van awareness activiteiten proberen we Orange Day te herdenken. En we proberen dus aandacht te vragen voor het geweld dat vrouwen en meisjes wordt aangedaan. Het is namelijk zo dat we ook vragen aan andere organisaties, aan stakeholders, om op de 25e van elke maand iets oranje te dragen of om hun omgeving oranje te kleuren, om zodoende dus ook aandacht te vragen voor het geweldvraagstuk. Als een heldere en optimistische kleur vertegenwoordigt oranje een toekomst vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Orange Day doet een beroep op maatschappelijke organisaties, regeringen en VN-partners om mensen te mobiliseren en kwesties aan de orde te stellen die relevant zijn voor het voorkomen en beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes, niet alleen één keer per jaar op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, maar elke maand. Er zijn awareness-activiteiten uitgevoerd door middel van het schrijven van artikelen, gedichten, via social media of in de kranten. In Nikeri hebben we ook activiteiten gehad in het kader van Orange Day. Er zijn een aantal kinderen geïnformeerd over Orange Day en ze zijn dus dan gaan nadenken hoe
ze geweld kunnen elimineren. Het is ook zo dat in Nikeri schoolleiders zijn geïnformeerd over Orange Day, met de bedoeling dus dat zij de andere leerkrachten van de scholen ook gaan informeren over Orange Day. Dus voor de komende periode, dus voor de resterende maanden van dit jaar, zullen we op de 25e nog awareness activiteiten hebben. Het zullen merendeels artikelen zijn voor kranten, social media of gedichten. Zowel in Paramaribo als in Nikeri zullen er dus nog low budget activiteiten uitgevoerd worden in het kader van Orange Day. De Stichting Nationale Parken SINAPA is een samenwerking aangegaan met Rotary Suriname. In dit kader is onlangs een Memorandum of Understanding MOU getekend. De samenwerking houdt in het behoud, de bescherming en het geven van bekendheid aan onder andere de jongeren over de botanische tuin, meer bekend als het Cultuurtuinbos. SINAPA is een werkarm van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en is de instantie die belast is met het beheer van parken, welke wordt gedaan met het ministerie van LVV. Met de ondersteuning van Rotary Suriname zal veel meer gedaan worden met betrekking tot duurzaam beheer van het cultuurtuinbos. We hebben eigenlijk vanuit Rotary 65 jaar lang al in Suriname, met alle clubs, alle Rotarians, meer dan 200 in Suriname, doen wij al heel lang aan allerlei projecten als het gaat om biodiversiteit, milieu, bewustzijn voor de mens, maatschappij, community. Toch is het verrassend dat we zo dicht bij huis wederom zo'n uniek project een aanvang kunnen maken. Het is best wel lastig om te kijken naar een goed project, een duurzaam project. Maar als je dan blijft zoeken en je netwerk raadpleegt, dan kom je toch ergens en dan denk je, ja, dit is een mooi moment, dit is een goed project, dit is een goed initiatief, waarom niet? Mevrouw Jeet, je had al aangegeven, het is een rijke diversiteit, biodiversiteit. Cultuurtuin heeft natuurlijk meerdere functies. In het Engels ook wel eens genoemd urban forestry. Midden in de stad, omgeven door woningen en allerlei activiteiten, toch zo'n groene hart eigenlijk, waar vele zaken kunnen, zeg maar, worden toegewezen. Gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Rotary en de minister van LVV. Eerst met onze voormalige minister, meneer Algo. Vanwege wisseling van wacht zijn gesprekken verder gegaan met de minister Soerjan. En na een van die gesprekken is dan de voorzitter van SINAPA erbij geroepen. Bij dat gesprek is er, als het ware, door de minister een opdracht gegeven om die samenwerking aan te gaan. SINAPA als werkarm, als een stichting werkarm van LVV, heeft het opdracht aanvaard. Daarom zit Tony hier. Het educatieve karakter van de botanische tuin werd benadrukt tijdens de launch. Daarom zijn de zevende leerjaarskinderen van de JT Wenselschool uitgenodigd om dit evenement bij te wonen. Minister Lekram Soerjan van LVV heeft aangegeven dat het behouden, beheren en rehabiliteren en exploiteren van het cultuurtuinbos naast recreatie ook zal bijdragen aan educatie voor de toekomst. Als we het benaderen, de samenwerking vanuit de invalshoek van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, dan denk ik aan de taak die het ministerie heeft. En de belangrijkste taken, zeg maar, voedselzekerheid en voedselveiligheid.
We moeten stimuleren dat we in elk geval zelfvoorzienend zijn, maar ook uit die agrarische sector kunnen verdienen. Die agrarische sector heeft veel potentie en dat moeten we benutten. Veel meer benutten dan nu het geval is. Maar wat heeft dat te maken met die samenwerking met Rotary Club en het bos hier? Als we praten over landbouw en dat we voldoen aan die voedselzekerheid en voedselveiligheid, maar met een duurzaam karakter, duurzaamheid, dan betekent dat dat wij het milieu waarin wij vertoeven zo goed als mogelijk in stand proberen te houden terwijl wij bezig zijn met onze activiteiten. Na de ondertekening van de MOU is overgegaan tot onthulling van het naambord en een zitbank, het doorknippen van het lint en de plaatsing van het naambord op de Jacaranda filicifolia. Deze boom is geplant in 1915 en is afkomstig uit Australië. Het naambord is geplaatst door de Rotary International president Ian Reisley, die op bezoek was in Suriname.